Citroën mij belde om de DS3 te ontwerpen, toen was ik echt meteen super enthousiast. Toen ik die auto zag, was ik helemaal verkocht. Het was wel echt een uitdaging überhaupt om een auto te gaan ontwerpen, omdat je natuurlijk aan heel veel dingen moet denken. En het is heel iets anders dan een tas ontwerpen. Maar je gaat nadenken van, oké, wat wil een vrouw in de auto? Je weet natuurlijk heel erg wat je handtekening is binnen je eigen collectie, qua tassen, portemonnees. Dus wij zijn echt een beetje op de fashion ingegaan. Dus dat betekent, als je van je werk uit eten gaat, dan heb je natuurlijk een clutch nodig die je 's avonds mee kan nemen. Dus die past precies in het dashboardkastje. Met hakken kan je natuurlijk niet rijden die je aan hebt, want dat is niet echt veilig en ook niet comfortabel. Dus die ruil je even om voor mooie gouden ballerinaatjes die in de auto zitten. Er zit een zonnebril in. En verder is het hele design in de auto van leer met een heel mooi patroon. En je wilt altijd even een parfummetje opsprayen als je natuurlijk on the road bent. Dus onze Fabel parfum zit ook in de auto. We hebben echt vanuit de vrouw gedacht van wat is de perfecte auto voor de vrouw.